kom binnen. Mijn naam is Nikki Wolffs. Ik ben 33 jaar, geboren in het mooie Brabant. Al 15 jaar heb ik ervaring in de retail. En ik ga hobby's beginnen. Hobby's wordt de nieuwste hotspot van Den Bosch op het gebied van fashion, lifestyle en food. Om de 8 weken zul je verrast worden door vernieuwingen in de collectie. Hier komt het fashion gedeelte. Behouden we ook echt de elementen nog van het oude bankgebouw. Dat heeft zoveel charme en dat moet je niet verliezen. Hobby's is rebels, ondernemend, beminnelijk, bijzonder, inspirerend, energiek en stoer. Oftewel, ik ben Hobby's. Vanaf 9 uur kun je terecht bij Hobby's, 7 dagen in de week. Je kunt komen genieten van een heerlijk kopje koffie die door onze baristas worden gemaakt. Eveneens kan je komen ontbijten en lunchen. Dus dit wordt het horeca gedeelte. Hier komt de bar gedeelte als een U. Retailen en horeca gaan samensmelten. We maken gebruik van veel biologische en ambachtelijke streekproducten, zodat het niet alleen heel erg lekker is, maar ook nog heel erg goed voelt. Service vind ik essentieel voor de tijd van nu. Wij willen ons onderscheiden door onze service in extreme neer te gaan zetten. Klant is weer koning, zoals het vroeger was. De thuisservice houdt in dat indien je je aankopen thuis geleverd wil hebben, wij daarvoor zorgen. Drop your shopping bag service houdt in dat wanneer je lekker aan het winkelen bent, is dat je bij ons je tassen neer kan zetten tot sluitingstijd. Ik denk dat de mannen daar met name ook wel heel erg blij om zullen zijn. Ik ben met een aantal brokante boeren bezig. Zowel in Frankrijk als hier in Nederland. Dit is mijn grote moodbord. Dit is de sfeer. En wat bouw ik daar allemaal omheen? En dan hang ik de merken op die ik inkoop, zoals Ilse Jacobsen. Dit zijn foto's uit mijn huidige winkel. Dit is al een merk wat ik voer. Dat is Esteban uit Parijs. Nick en Mel horloges. Dit zijn de moodborden op het gebied van fashion. Hoe de sfeer in het fashion gedeelte eruit komt te zien. Maar dan hebben we nog veel meer. Want we hebben hier de oude kluizen van het bankgebouw. Die gaan ook natuurlijk een mooi centraal punt worden. Er zitten nog allemaal de oude kastjes in. Om deze droom waar te maken heb je niet alleen ambitie, passie en gedrevenheid nodig, maar heb je ook financiële middelen nodig. En daarvoor heb ik Colin Crowdfund ingezet. Colin Crowdfund. Comfortabel investeren.